maken ons klaar voor een training. Vandaag accent op de core. Core workout. En de core is niet alleen maar de buikspieren. Core is ook onderrug, bil en beenspieren. En we beginnen met de staande pilateshouding, zoals altijd. En dat geeft ook mensen gelegenheid om in te zoomen op de workout. Misschien als je een minuutje later bent. Het geeft je ook de gelegenheid om contact te maken met je lichaam. Dus te voelen wat er gebeurt wanneer je in- en uitademt. Als je inademt, dan kan je je borstbeen iets omhoog brengen. En je gaat het niet forceren, gewoon rustig. Dat hou je hoog, ruimte tussen navel en borst. En dan maak contact met je buikspieren door zachtjes uit te ademen. Je kan bijvoorbeeld die ademhaling... bedenk is dat je uitademt door een rietje. Zo. En dan kun je goed contact maken met je buikspieren. Als je inademt, komt je buik iets naar voren. En als je uitademt, gaat je buik wat naar binnen. Ja, dat is de natuurlijke ademhaling. Als je die andersom hebt, probeer dan ook te oefenen, als je niet deze les doet, door zachtjes je hand op je buik te leggen, uit te ademen. Je kunt daarbij gaan liggen en heel zachtjes je navel richting je wervelkolom te brengen. Dan draai je schouders omhoog en naar achteren. Maak ze los. Het is nog vroeg. Nog één keer. Dan draai je schouders naar beneden. En dan adem je in en je brengt je hielen en je armen omhoog. En je ademt uit en je maakt het contact met je buikspieren en je komt heel rustig naar beneden. En adem in. En blaas door het rietje uit. Navel naar binnen. Adem in. Ik zag Dave helemaal niet, maar ze is er wel. En adem uit. Dus ik ga niet helemaal voor Dave staan. Of Dave gaat een beetje die kant op staan. Ja. En dat doe je nog twee keer. Heel goed. Mooi. En nog één keer inademen. En uitademen. Dan alleen je hielen omhoog. En dan hier ga je wat stabiliseren. Hier zoekt je lichaam het evenwicht. Dus dan zeker je buik en bilspieren wat aanspannen. En je staartbeen mag iets naar beneden. En dan ga je kleine stukjes up en down, maar zonder dat je hielen de grond raakt. En dan belast je de achterkant van je benen, bilspieren, hamstrings, maar zeker je kuiten. Dus als je kuiten gaan verkrampen, schud tussendoor je benen even los. Je schouders blijven laag. Je focus is op je buikspieren, dus je ademt uit. Navel naar binnen, adem in. Naar je ribben. En dat doe je nog 8 keer. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En dan zet je neer en je schudt je benen los. Dan breng je rechtervoet opzij en rechterarm omhoog. Beginnen we met de schuine buikspieren. Lichte knik in je linkerknie. Trek je navel weer iets naar binnen op je uitademing. Inademen, lengte maken, nek los, schouders los. En adem uit. Duw en terug. En duw en terug. En dit is het onderdeel van de warming-up. En je ademt uit en je voelt weer buikspieren iets naar binnen. En push. Hou je schouder laag. En als je goed in balans bent, als je goed de stabiliteit kan vasthouden, dan kun je ook proberen nu... Voor de laatste 6 om je hiel boven de vloer te houden. Nog 4. Als je gaat wiebelen, zet je weer je tenen op de grond. Laatste 2. Laatste keer. Heel goed. Schud je benen los. Zet je voeten heupbreedte. Tenen wijzen naar voren. Dave blijft voorstaan. Ik doe hem vanaf de zijkant. En dan ga je in een squat. En je komt omhoog. Span je bil en buik aan. Heel goed. En we gaan down. En je blijft staan natuurlijk. Oké. Let eens op je nek. Ja, dat je kijkt misschien naar mij.
Maar we doen deze nog een paar keer. Kijk eens naar de vloer. Als je omhoog komt, dat je je nek niet te veel belast. In. Als dit te snel is voor je, ja, ga dan wat langzamer. Je hoeft niet zo snel te gaan. Leun wat naar je hielen toe. Dan kun je het ook nog wel wat beter voelen. In en uit. Heel mooi. Nog vier keer. Nog drie. Twee. En de laatste. Heel goed. Schud je benen los. Een diepe inademing hier. Schouders los. Linkerbeen opzij. Linkerarm omhoog. Schouders laag. Lichte knik in je rechterknie. Span je bilspieren aan. Uitademen, contact maken. Weer in. Lengte en dan ga je. En push. En push. Heel mooi. Nek is los, je schouder blijft ook laag. En je ademt uit. En misschien voel je het niet. Maar hier, de linker schuine buikspieren zijn nu heel hard aan het werk. En blaas. Heel zachtjes met je tenen de grond tikken. Ja, dus let op dat je niet van je rechterbeen naar je linkerbeen gaat. Probeer al het gewicht op je rechterbeen te houden. Als je goed de balans voelt, kun je je linkervoet strekken en boven de vloer houden. Maar dat hoeft niet. Nog vier keer. Drie. Twee. Laatste. Heel mooi. Schud weer je been los. We gaan weer naar een squat. Dan kom je omhoog. Nou gaat je been een klein stukje naar rechts. Dan staan je hielen een beetje naar elkaar toe. En dan ga je hier ook in de squat. En dan kom je terug. En weer in een squat. En dan ga je een klein stapje naar links. Ja, dus je gaat je rechterbeen niet verplaatsen. En dan kom je weer terug. Dus we ademen in en uit. Naar rechts. In en uit. Je blijft hier. In en uit. Naar links. In en uit. Naar rechts. Hiermee open je ook meteen de heupen. En dat is fijn voor als je veel zit. In. Adem uit. Hou je wervelkolom lang. In en uit. In en uit. Nog vier keer. Heel goed. Naar rechts. Ah, Deven gaat mooi diep. Adem uit omhoog. In en uit. Ja. Oké. Nice. Goed zo. Voel je je bovenbenen? Ja. Oké, okay. Ja, ze is er blij mee. We gaan nog één keer naar rechts. Ja, je hoeft niet zo heel ver, hè? Gewoon een klein stukje naar links. Ja, mooi. En dit is de laatste keer. Oké, schud los. Neem een slokje drinken, even een slokje water. Doen we nog één staande oefening. Je brengt je handen achter je hoofd. Dus je kunt zo blijven staan. Hè? Ik doe hem van de zijkant. Niet aan je nek trekken. Dus niet je hand echt tegen je hoofd aanduwen. Je ademt in en wanneer je uitademt. Kom naar voren en terug. Begin met rechts en dan met links. Inademen. En dan kom natuurlijk uitademen. Uitademen. En dan, ja, dank je Deva. Fijn hoor, dat ze meetraint. Heel goed. En dan blijf je in balans. Dus zoek die balans. Ik heb hem vandaag niet echt, merk ik. En dit zijn natuurlijk ook je buikspieren. Als het nou niet prettig voelt voor je nek om je handen zo te houden, dan kun je ook je handen op je heupen houden. Ja? En duw. Dus dat kan allemaal. Nog vier keer. Nog drie, twee, en de laatste,
breng je alleen je rechterknie omhoog, dus niet je heup, alleen je knie. Als je moeite hebt met de balans, dan zet je je tenen op de grond. Ja, en dan adem je hierin. Je linkerbeen is super actief. En breng je elleboog op schouderhoogte. Adem uit. Trek je navel naar binnen. Je mag natuurlijk ook proberen je knie omhoog te houden. En dan op een uitademing draai je heel rustig naar rechts. En dan kom je terug. Oké. En adem uit. Naar rechts. En kom terug. Laatste twee. Dus goed je navel naar binnen brengen. En de laatste keer. En kom terug. Zet dan je voet op de grond. Je ademt in. Lengte maken. Je ademt uit. Je brengt weer je schouders en elleboog op één lijn. En dan mag je hier ook de tenen van je linkervoet op de grond houden. Of je brengt rustig je knie omhoog. Flex je voet. Op een uitademing draai naar links. Adem in. Kom terug. En adem uit. Het is een beetje wiebelig. Dat geeft niet. Goed je buikspieren aanspannen. Nog twee keer. En de laatste keer. En dan adem in. Breng je armen omhoog. Buig je knieën. Adem uit. Buig voorover. Je kunt hier je hand op je scheenbeen leggen. En ja, je kunt je knieën buigen. Misschien kun je wel met je handen bij je voeten of bij de vloer. Schouders los, schudden, nek los. In- en uitademen. Kun je weer je buikspieren aanspannen op je uitademing. Misschien kun je je knieën wat meer strekken. Nog één diepe ademhaling. Dan buig je je knieën. En je brengt in één keer op een inademing je armen omhoog. En dan draai je een klein stukje naar rechts. Hou je heupen stil, armen naar beneden. Adem in, kom omhoog. En draai een klein stukje naar links, armen naar beneden. Adem in, armen omhoog. En adem uit, armen naar beneden. We gaan naar de vloer. En we beginnen met een plankoefening. En dan geef ik je ook verschillende opties. Je gaat naar het einde van je mat. En dan voetenheupbreedte. Maak weer het contact met je lichaam. Je ziet me niet, maar je hoort me wel. Inademen. En uitademen. Buig voorover. Buig je knieën als je merkt dat je niet met je handen bij de vloer kan. En dan kom je heel rustig naar voren. Je spant hier je bilspieren aan. Je buikspieren. Schouderbladen zijn super actief. Adem in. Knijpen. Adem uit. Je mag hier op je knieën komen. Je mag op je ellebogen komen. Schouders duw je weg van je oren. Niet gaan hangen in je schouderbladen. Duw je rustig omhoog. En we blijven hier nog 8 tellen staan. 7. 6. 5. 4. 3. Adem je nog. 2. 1. Kom rustig op je knieën. En strek dan je armen uit hier. Kom met je billen naar je hielen. Op een volgende uitademing. Trek je navel naar binnen. Rol omhoog. En dan kom je zitten op je billen. En je gaat naar je rug. Dus ondertussen hebben we al best wel veel buikspieren gedaan. Bil- en beenspieren. De core heet dat. Want het is vandaag een core workout. Op je rug liggen. Knieën zijn gebogen. Je ademt in naar je ribben. Je voelt dat je je buikspieren kan aanspannen. Dus door dat rietje uit te blazen. Nou, voel je bekken op de grond. Je hebt een lichte ruimte tussen navel en borst. En dan wanneer je inademt, breng je rechterknie omhoog. Hou je knie gebogen en je ademt uit en je zet heel rustig je rechtervoet neer. En dan adem in, linkerbeen omhoog. Adem uit. Met je buikspieren. Inademen. En uitademen. Inademen. En uitademen.
Adem in, breng je rechterknie omhoog. Hou vast. Adem uit. Voel dat je je buikspieren aanspant. Adem in, breng je linkerknie omhoog. Heel goed. De knieën zijn nu boven je heup. En je kan de ruimte kun je voelen door je armen te strekken, je vingers te strekken en tegen je knie aan te duwen. Je bekken tegen de grond te duwen. En je duwt nu je handen tegen je knieën. Je armen zijn gestrekt, je schouders zijn laag. En je duwt je knieën tegen je handen. En dan ga je ook je buikspieren voelen. Ja, dus dit is een goede afstand. Deva heeft haar armen gestrekt. Ze duwt met de handen tegen de knieën aan. De knieën tegen de handen aan. Bekken tegen de grond. Niet je onderrug tegen de grond duwen. Voel je je buikspieren? Mm-hmm. Oké. Okay. Mm-hmm. Betekent? Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. Ga door! Oké, okay, dat als ze zegt, dan is het een goed teken. Nice. Dus, dan heb je ook meteen een goede afstand. Knie en heup. Dan breng je nu je arm omhoog. Ja. Je voelt dat je je buikspieren nog steeds hebt aangespannen. En nu breng je je rechterbeen heel rustig naar beneden. Adem uit. Omhoog. Inademen naar beneden, linkerbeen. Adem uit. Omhoog. Juist. Als je knie naar beneden, naar voren gaat, gaat niet je onderrug omhoog. Dus je blijft je bekken, het harde stuk bot, blijf je tegen de grond aanduwen. Ja? Als je voelt dat je heupen naar voren gaat, terwijl je been naar beneden gaat, dan gaat je knie niet zo ver naar voren. Ja? Let eens op of jij hier je been aan het strekken bent. Ja, dat is niet de bedoeling. Hou je knie gebogen. En adem uit. Voel je je rug, Deva? Nee, ik voel mijn benen. Oh, ze voelt de benen. Dat kan ook, hè? Tuurlijk. Het is ook zwaar voor je benen. En in. En uit. We doen er nog twee. Eén rechts en één links. Adem uit. Heel goed. Laatste keer. Adem uit en breng dan je knieën naar je toe. Ga je kleine stukjes draaien met je knieën. Masseer je onderrug. Je bekken op de grond. En dan ga je naar de andere kant. Heel goed. Nou, breng je linkervoet op de grond. En dan ga je alleen je rechterknie boven je heup brengen. En in een hoek van 90 graden. Ja? Want je voet die wil naar de grond. Hè? Dus je moet ook voelen dat je je voet omhoog houdt. Rechterhand achter je hoofd. Bekken op de grond. Linkerhand. En dan ga je naar rechts en up. Kin is van je borst. Duw je bekken tegen de grond. Dus op het moment dat jij naar rechts gaat, merk eens op of je linkerheup omhoog wil. Ja, duw je linkerheup tegen de vloer. Bekken tegen de vloer. Heel goed. Merk op of je aan je nek aan het trekken bent. Deze beweging. Dus hou je kin van je borst. Nog vier. Adem uit. Drie. Heel mooi. Twee. En nu blijf je naar rechts. Je kijkt naar rechts. En dan komt hier je linkerbeen erbij. Ja? Blijf naar rechts. Trek je navel naar binnen. En nu mag je je been strekken en buigen. Nou, je been strekken mag hoog. Maar je mag bijvoorbeeld ook je been naar beneden brengen. En dan hier weer omhoog. Gaat ie? Wat is er? Moe? Ja. Buikspieren? Nee, benen. Benen, oké. Okay. Even. Oh, je voelt je buik niet? Nee. Oké. Okay. Als je nou je onderrug voelt, zet je rechtervoet hier op de grond. En dan kun je ook mooi je been up en down brengen. Oké. Okay. Goed je buikspieren en bekkenbodemspieren aanspannen. Mag ook kleine stukjes, hè? Heel goed. We doen er nog twee. Adem uit omhoog. En nog één. Heel goed. En dan mag je hier weer even gaan liggen. Draai kleine rondjes. Masseer je onderrug op de mat. En dan zet je hier beide voeten op de grond. Breng je armen naar voren. Breng je romp omhoog.
En je mag je voeten op de grond houden. Ga straks naar de linkerkant. Trek je navel naar binnen. Up en down. Adem. Oké. Voeten mogen op de grond. Je mag ook je rechter en je linkerbeen omhoog brengen. Adem in. Nijpen. Nu voel je je hele wervelkolom op de grond en adem uit. Als je last krijgt van je nek, leg hier je hoofd op de grond. Blijf je bekken tegen de vloer duwen. Lange nek, kin naar je borst. In en uit. Voel je buik nu? Mm-hmm. Deva voelt haar buik. Yes. Voel je je benen? Dit gaat goed. Dames en heren. In en uitademen. Voor 4, 3, 2 en de laatste. En dan mag je hier ontspannen. En dan draai kleine rondjes. En draai de andere kant op. Hou je knieën vast. Draai je hoofd van rechts naar links, van links naar rechts. Zet je rechtervoet op de grond. Breng je linkerknie boven je heup. Breng je handen weer naar voren. Rol omhoog. Linkerhand achter je hoofd. Trek je navel naar binnen. Inademen. En dan ga je naar links. Uitademen. In. En uit. Als je nou net zoals Deva vermoeide benen krijgt. Ja? Leg anders je linker enkel op je rechterknie. Dan ook Deva. Oh, dat heb je al. Ik heb het gedaan. Oké. Heel goed. En push. Navel naar binnen. Push. Let op je nek. Adem uit. Door het rietje. 4, 3, 2. En hou vast. Hou vast. Oké. Breng je rechterbeen erbij. Je kunt hem hier strekken en buigen. Adem uit. Duw je bekken tegen de vloer. Heel goed. Als het goed voelt, kun je je rechterbeen naar beneden nemen en omhoog. Heel goed. Adem in naar beneden. Adem uit omhoog. Hou je bekken goed tegen de grond. Onderrug zacht. Niet tegen de vloer gaan duwen. En je hoeft niet zo ver naar beneden. Hè? Mag ook een klein stukje. Een klein stukje. Maar voel dat je buikspieren zeker aan de rechterkant aan het werk zijn. Nice. Nog 4 keer. Adem uit. Let op je nek. Nog 3 keer. En 2. En de laatste keer. En dan mag je nu even ontspannen. Trek je knieën wat naar je toe. Op het moment dat jij je knieën naar je borst toe trekt, dan voel je dat je wervelkolom wat tegen de grond wordt geduwd. En dat zorgt voor wat ontspanning. Oké. En dan zet je voeten op de grond. Draai beide knieën naar links. Schouderbladen blijven op de grond. En kom met je knieën omhoog op een inademing. En draai je knieën de andere kant op. Heel mooi. Dan draai helemaal naar rechts. En dan kom je op handen en knieën. Knieën onder je heup. Handen onder je schouders. Maak je rug bol hier. Op een inademing. Schouders van je oren af. Kleine holle rug. En je ademt uit. Bolle rug. Kijk naar Deva. En je ademt in. Bolle rug. Heel mooi. Ja. En bol. Heel goed. Yes. Hou je ellebogen zacht. Niet overstrekken. En dan nog 1 keer bol. Ja, hou vast, hou vast. Schouders van je oren af. Heel mooi. En dan zet je je tenen op de grond. En je houdt die bolle kant hou je vast. Schouderbladen zijn actief. Schouders van je oren af.
En dan breng je hier je knieën wat omhoog. Dan mag je hier blijven. Je mag ook proberen om je rechterbeen naar achteren te brengen en terug. En dan je linkerbeen naar achteren en terug. Hou die bolle kant vast, hè? Achteren, maar je mag ook je voet op de grond houden. Achter en terug. Nog 4 keer. Buikspieren blijven aan. Nog 3 keer. Hij is zwaar. Navel naar binnen. Nog 2. Heel goed. Adem uit. Nog 1. Heel mooi. En zet neer. Schud je schouders los. De laatste oefening is kom op je rechterzij. Gaat ie lief? Nee. Oh, het gaat niet. Ja, dat kan je ook wel eens hebben, hè? Het gaat niet elke dag even goed. Je hebt niet elke dag dezelfde energie. Maar als de les voorbij is en je hebt hem meegedaan, dan voel je vaak net wel even iets beter. Daar gaan we het straks over hebben. Oh. Oh. Knieën iets naar achteren. Elleboog van onder je schouder. Duw je schouder weg. En kom omhoog. En deze kun je op verschillende manieren doen. Als je last hebt van je schouder, deze niet doen. Dan kun je het beste op je zij gaan liggen. En dan ga je kleine stukjes up en down. Deze doen. En dan belast je de bovenkant. En als je op je elleboog bent, belast je de onderkant. En je kunt je voet, mijn linkervoet, zet ik voor mijn rechtervoet. Hoeft niet, hè? Je kunt ook op je knieën blijven en je benen strekken. Ja, dus kijk gewoon even wat bij jou past op dit moment. Blijf omhoog duwen, schouder wegduwen. Niet je hoofd laten hangen, til je hoofd omhoog. Krijg je last van je nek? Kijk dan naar de vloer. Ja? Nog 4 tellen vasthouden. 3, 2, 1. Yes! En dan gaan we meteen door naar de andere kant. Ging die? Heb je geademd? Beetje. Een beetje. Ze heeft een beetje geademd. Belangrijk is natuurlijk wel dat je goed door blijft ademen. Dat je uitademing je navel naar binnen trekt. Dus je begint je knieën iets naar achteren. Elleboog onder je schouder. Schouder weg. En dan duw jezelf omhoog. En als het pijnlijk is voor je schouder, kom dan liggen. En kleine stukjes up en down. Kin is dan van je borst. Ja, het zijn kleine stukjes, duw je navel naar binnen. Heel mooi. En dan mag je je bovenste been naar voren brengen. Ja, strek je benen. Hoeft niet, je mag ook op je knieën blijven liggen. Heel mooi. We houden het nog een paar tellen vol. Duw je heup omhoog, trek je navel naar binnen. Hoofd in één lijn, hè? Anders kijk naar beneden. Super fijn dat jullie allemaal kijken. Oh, nog heel even. En kom zitten. Goed zo. Schud je schouders los. We gaan naar een korte stretch. Deze been gaat voor. Ja, dus je enkel, ik weet niet precies of het rechts of links is voor jullie. Bij mij is het rechts. En je knie en enkel zijn in één lijn. En je linkerknie en enkel zijn ook in één lijn. En voel dat je hier wat lengte kan maken. Misschien moet je op een kussentje gaan zitten. Je kan ook een kussen onder de bil leggen, waar die niet de grond aanraakt. Dan breng je je vingertoppen naar links. Je hoofd, je nek is los en je trekt aan je rechterhand naar links. En dan adem je ook diep naar je ribben. En voel als je ademt dat je ribben ook een beetje omhoog komen. En dan kom je naar de andere kant. Leg je je vlakke hand op de grond. Schouder blijft laag. Ja, je kan de neiging hebben om je schouder omhoog te duwen, maar hou je schouder laag. En dan trek je aan de andere kant. Okay. En adem. Volgende inademing, kom omhoog. En kom hier een klein stukje naar voren. Even voelen
hoe dat is voor jou. Je mag ook je handen op elkaar leggen. Schouders los. Eén ademhaling hier. Dan kom je langzaam omhoog. Dan ga je naar de andere kant. Heel goed. En rechterhand voor mij. Vingertoppen. En dan linkerarm omhoog. En dan voel je meteen de rek hier. En je ademt naar je ribben toe. En je trekt zachtjes aan je arm. Zachtjes, zachtjes, zachtjes. Als je niet meer verder komt, dan blijf je daar. En je ademt een paar keer diep in en uit. Schouders blijven laag, nek is los. Diepe inademing. Nog een heel klein beetje trekken. Ja, en dan kom je naar de andere kant. Nek los, schouders los. Heel goed. Let op je linkerschouder. Kom omhoog en dan nog één keer naar voren. En ik wens jullie een hele fijne zonnige dag toe. Ik weet nog niet zeker of ik vrijdag de les kan geven. Maar als dat niet lukt, dan zorg ik voor een vervangster. En dan zie ik jullie in ieder geval volgende week dinsdag. En laat maar weten je feedback, wat je nog meer zou willen trainen. Hartstikke leuk om te lezen. Thank you.